Hoi, leuk dat je weer bij mijn filmpjes komt kijken. Vandaag even een heel ander soort filmpje. Een filmpje over mijn nagels. Bent de Kraai heeft mij gevraagd of ik in een filmpje wilde laten zien hoe ik nou mijn nagels verzorg en hoe het dus komt dat ik zulke lange nagels heb. Nou, Bente, eigenlijk heel simpel. Ik heb altijd een vijl in mijn buurt. Ik werk heel veel achter mijn bureau en zowel achter mijn bureau als bij mijn bed staat dus een vijl. Zodat ik constant, als er wat mis is met mijn nagels, ze gelijk bij kan vijlen. Mijn nagels heb ik meestal gewoon lekker glad. Als je ze zo voelt, dan ja, zit er gewoon geen stukje los en daardoor scheuren ze ook niet zo snel. Nou, van tijd tot tijd gaat het een keertje mis. Kijk, hier was mijn nagel behoorlijk afgescheurd. Ik was de deur van de auto aan het dichtduwen, greep mis en met mijn nagel duwde ik dus de deur dicht in plaats van met mijn vingers. Dus hier knapte die een stuk af. Gisteren was ik druk bezig in de tuin en ik weet niet eens meer wat ik aan het doen was. Maar hier zie je dus nog een heel ruw randje. Normaal gesproken zou ik gelijk, wanneer ik weer binnenkwam, achter mijn bureau zijn gaan zitten en mijn nagels gaan vijlen. Maar ik dacht, nou mooi, kan ik je gelijk in een filmpje laten zien wat ik dus doe wanneer er ook maar een klein randje, ja, een stukje los is van mijn nagels. Want dan moet ik het dus gelijk gaan bijvijlen. Nou, op een gegeven moment, als er dus een nagel geknapt is, ja, volgens mij had ik vandaag ook nog, kijk hier zit nog echt een heel stukje los. Hier zie je ook echt zo'n splintertje zit nog los. Ja, hier kan ik normaal dus echt niet tegen. Ik voel ook heel vaak aan mijn nagels en dan irriteer ik me er heel erg aan. En dit zou normaal ook, als ik dit gewoon laat een dag, dan scheurt het hele stuk scheurt er dan af. En misschien scheurt hij dan zelfs in mijn nagel. Vind ik dus niet handig. Dus dit veil ik altijd gewoon gelijk bij. En dat ga ik je dus nu gewoon laten zien. Als dit een keertje ergens gebeurt, en nu heb ik het speciaal zo gelaten voor het filmpje. Maar normaal gesproken, als ik ergens ben en dit is er dan gebeurd, dan ga ik gewoon met mijn nagel langs een steen of soms langs de groeven van een muur om het gewoon bij te veilen, om te zorgen dat er geen stukjes los zitten en dat er dus af kan scheuren. Nou, ik zal het nu even laten zien. Ik begin gewoon meestal van links naar rechts en ga ik dus al mijn nagels langs. Wat ik dan eigenlijk doe is eerst met de ruwe kant van mijn vijl ga ik dus gewoon een beetje bijveilen. Vooral als ze lang zijn. Die zijn nu eigenlijk al te lang. Dus die veil ik dan met de ruwe kant een beetje bij. En dan geef ik ze gelijk een vorm. Ik vind ze altijd wel mooi om ze gewoon zo, ja, in een ovale vorm. In een boogje, zeg maar, te houden. Nou. Zo, dus eerst de ruwe kantjes, zeg maar, wegveilen. En een modelletje erin veilen. Zodra ik dat dan dus heb gedaan, ga ik met mijn zachte kant en dan maak ik hem gewoon helemaal fijn. Dus alle stukjes die ik net weg heb gewerkt, ga ik altijd hier onderdoor. Als ik dus met de ruwe kant ben geweest, dan zie je ook al deze stukjes wat dan los gaat laten van de nagel. Nou, dat veil ik dus allemaal netjes weg, zodat hij gewoon helemaal glad is. En weer goed. Ja, en dit doe ik eigenlijk heel erg vaak, bijna dagelijks. Als ik voel van, nou, er is wat mis, ik voel een klein randje, ja, dan veil ik hem gewoon even heel erg snel bij. Heel soms pakken mijn kinderen ook wel eens mijn vel, want dan gaan ze ermee knutselen ofzo. Ik heb geen idee wat ze er dan mee doen als ze mijn vel pakken. In elk geval niet hun eigen nagels veilen. Ja, en dan merk ik het gelijk, want dan denk ik van, oh, een randje los en ik heb mijn vel nodig. En die hebben ze dan weer gepakt. Ja, dan moet ik eigenlijk het hele huis weer op zoek naar mijn vel. Zodoende heb ik dus ook meerdere velen. Ik zei al, ik heb er eentje naast mijn, bij mijn bureau en ik heb er eentje naast mijn bed. Ja, want als ik dus mijn vel niet terug heb kunnen vinden, omdat zij hem dus gepakt hebben, ja, dan koop ik dus weer gelijk een nieuwe. En dan vind ik mijn vel weer terug en dan heb ik dus meerdere vijlen. Ik heb ook nog een hele kleintje, handig voor in mijn tas. Nou, dit is het eigenlijk. Dus ik ga hem nu niet helemaal verder alle nagels doen, want ja, ik ga ervan uit dat dat voor jullie dan heel erg saai wordt. Maar Bente, ik hoop dat ik je vraag zo een beetje goed heb kunnen beantwoorden en goed heb kunnen laten zien. Mijn nagels zijn dus heel erg lang, puur en alleen vanwege één vel. Verder doe ik er helemaal niks mee. Het is niet dat ik ze lak. Ik lak ze ook eigenlijk bijna nooit. Heel soms, nou eens in het jaar of in de 2-3 jaren, denk ik, nou, laat ik nu eens even een ander kleurtje doen. Maar eigenlijk bijna nooit. Dit is dus het enige. Nou. Ik ga mijn filmpje uitzetten en lekker rustig op mijn gemak mijn hele nagels bijveilen. Even een heel ander filmpje. Sorry voor de jongens onder ons die helemaal niet van nagels houden. Maar eens een keertje wat anders mag ook wel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doepa doe!